zorgen dat dat aantrekkingskracht verplichtingen oplevert enzovoort. En dat heeft gepresenteerd in de commissie waar allerlei ideeën in zijn gestuurd. En ja, die ideeën worden nu ontwikkeld. Er zit een marineman in, er zit iemand van het loodswezen in. Die hebben hun contacten op allerlei plaatsen natuurlijk. Het mooiste zou zijn als we een schip erin konden leggen. En als we dat dan noemen, konden knippen en scheren. Ja. Dus aan de nieuwe verf erop enzovoort. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Maar in samenwerking met de Schelde dan in elkaar? Mogelijk. Dat je dat natuurlijk dit dan een beetje een concurrentievervolging zijn. Je moet niet rekenen dat dit ooit economisch rendabel zal zijn. Want je moet dat dan toch meer zien op het moment dat het functioneert. Mensen die dit aan gaan doen, die de schipdeur eruit halen, erin zetten enzovoort. Dat moet eigenlijk ook als hobbywerk zijn. Het enige wat je wel nodig hebt is een dokmeester die zegt: hier komen de kielbotten te staan, zo moet het schip erin. Want daar moet dus iemand voor verantwoordelijk zijn. Dat voor de rest moet met vrijwilligers zijn. Dat gebeurt in helft thuis trouwens ook. En het leegpompen, hoe is dat? Neemt, komt daar weer een paardje voor? Of, nee, dat nee. Daar gewoon een, dat zal ik zo even iets van vertellen als we op de dokhoogte zijn. Je kan hier zo een paar hooghazen in kwijt, maar die stichting die heeft een werfje in Arnhem-Muiden en daar willen we absoluut geen ruzie mee hebben, dat spreekt vanzelf. We willen hier een wat groter schip in hebben. En waar het ook heel geschikt voor zou zijn in mijn ogen, is voor een of andere voorstelling, en ja, ik heb al een keer laten ontvallen, zorg dat er hier een podium in staat, zet Bluff erin en dan heb je een opening die in heel Nederland aanspreekt. Want eigenlijk is het een prachtige zaal om een voorstelling in te geven. Want we staan hier nu een beetje in de wind, als je hier beneden staat voel je bijna niks. Dan zou dit een prachtige rol in kunnen spelen op het moment dat er geen schip in ligt. En zo verbaasd over de akoestiek die erin zit. Dus ideeën zijn er zat, maar het moet nog wel uitgewerkt worden. Er moet nog beslist worden hoe we het gaan doen. Komen die terug hier zo? Daar is over gesproken. Die liggen op dit moment nog bij het hoofdgebouw. Of ze zitten erin zelfs, geloof ik. Ze zijn nog niet van plan om die hier terug te zetten. Nee. Maar ze worden in ieder geval wel behouden. Ze zullen nooit verloren gaan. Want of ze blijven daar, of als dat niet gebeurt, ze komen hier ergens. Er wordt er een plaatsje voor gezocht. Maar ook dat zijn we onbewust, ook dat is al aan de orde geweest in de commissie. Ik heb die geen al gezien. Ik dacht, nou, die horen eigenlijk dan. Ja.